Er wordt tijdens het volgen van de verschillende horecaopleidingen in Suriname goede fundamenten gelegd, waarvan de gemeenschap niet op de hoogte is. Daarom hebben studenten van de lerarenopleiding beroepsonderwijs LOBO ter afronding van het vak horeca gisteren een mini-voedingsbeurs georganiseerd. De beurs was er om bewustwording te creëren over de voordelen die deze opleiding heeft voor de horecasector van Suriname. De LOBO biedt de mogelijkheid tot het innovatief vormen van leraren voor LBO-niveau. Als student worden ze in de gelegenheid gesteld om de verschillende vormen van horeca te bestuderen. De afronding van de module vond plaats door middel van de Expro Fotea beurs. Dat staat voor Excellent Prospective Food Prep Teachers, waarbij de culinaire cultuur van 12 verschillende landen werd tentoongesteld. De studenten wilden de diversiteit in kookkunsten laten zien. Horeca-student Hillegonda Wisch stelt dat deze opleiding niet alleen de vorming doet tot horeca-deskundigen. Horeca bestaat uit zowel theoretisch gedeelte, als uit een theoretisch gedeelte als uit een praktisch gedeelte. Dus niet dat je alleen maar gaat leren koken, maar je doet kennis op, vaardigheden, ervaringen. Toch? Je leert heel veel. Maar geloof me, door de laatste jaren heen, wat ik heb opgemerkt, heeft men wel heel veel belangstelling om deze opleiding te volgen op LOBO. Toch? Want de een vertelt het aan de ander en die is dan benieuwd en wil het ook graag meemaken. Toch? En als we ook moeten letten op onze voeding. Natuurlijk is het altijd leuk om lekker te eten. Maar binnen de horeca leer je niet alleen wat lekker eten is, maar ook wat gezond eten is en waarop je kan letten. Wisch voegt eraan toe dat met de vernieuwingen binnen het onderwijssysteem van Suriname het volgen van deze opleiding door leerkrachten een goede toevoeging is in het verder vormen van studenten. Eigenlijk wil ik een beetje opscheppen dat de LOBO-studenten eigenlijk zeer geschikt zijn hiervoor. Omdat we dan heel veel, als je gezien de activiteiten of de lessen die de kinderen nu ook krijgen op de LBO-scholen, sluiten heel goed aan op ons niveau. De avond werd afgesloten door middel van een restaurantuur, waarbij de groepen in de gelegenheid werden gesteld om de genodigden te bedienen met verschillende gerechten.